Zaterdag 24 november was het een spannende middag voor de kinderen van Sleewijk. In de haven was het een drukte van je welste. Want men verwachtte hoop bezoek uit Spanje. Veel kinderen hadden zich feestelijk verkleed met pietenmutsen en mijters. En ja, dan is het wel duidelijk op wie er wordt gewacht. Op Sinterklaas. Weet je zeker dat die komt? Ja. Ja. Oh jongens, voelen jullie ook van die pepernoten in je buik rommelen? Zo gevoel. Dat is er wel. Zo spannend. Niet alleen presentatrice Lida Hagenaars voelde die pepernoten van spanning in haar buik. Voor iedereen was het spannend. Komt hij wel of komt hij niet? Gelukkig, na een tijdje wachten in de frisse wind, was daar het antwoord. Van veraf komen de pieten vrolijk zien zwaaien op het dak. Ook dit jaar was er weer een kleurige pietenband bij. Die zorgde voor veel vrolijkheid en dansende pieten. Toen de Sint dan eindelijk de aanlegstijger naderde, was alle spanning compleet verdwenen. Dat kon je zien aan alle blije gezichten. Kijk, zie je? Zelfs presentatrice Lida was de pepernoot in haar buik kwijt toen de Sint aanweerde. De burgemeester was verhinderd. Daarom heet de wethouder Peter van der Ven als lokale burgemeester de Sint van harte welkom. Namens het gemeentebestuur van onze nieuwe gemeente, want u bent in een nieuwe gemeente Altena. Voor de eerste keer in Altena. Heb je in Spanje... Maar zeker niet de laatste keer. Zo beloofde de Sint. Kijk, ik wens u een hele mooie tocht hier. Dank u wel. Na de vriendelijke ontvangst werden er veel kinderhandjes geschud en van pepernoten voorzien. Daarna ging de hele stoet naar het winkelcentrum. Nou, dag allemaal. Ga je mee naar de nieuwe S? Ja, dan gaan we veel meer zwaaien. Dan gaat u nog even begroeten. Hè? Omdat o zo snel, het paard van Sinterklaas, die dag bij de hoefsmid was, reizen de Sint en de Pietenband met een platte kar met tractor. In de nieuwe S was het al behoorlijk druk en de kinderen waren mooie straattekeningen voor de Sint aan het maken. Wat ga je tekenen? Eigenlijk een stoeptekening. Mooi hoor. Wat ga jij tekenen voor Sinterklaas? Sinterklaas. Sint en Piet naderden de nieuwe S. Nog een klein stukje en dan waren ze er. Omdat het zo druk was geworden op het plein, duurde het even voordat de Sint het toneel op kon. Maar Lida wist raad. Hallo Pieter van de Pietenband! Willen jullie even nog één mooi liedje hier spelen voor ons? Het publiek werd uitstekend vermaakt die middag. Maar de Sint had nog meer afspraken. Voor hij wegging, wilde hij nog iets bijzonders.
Ik heb nog één wens. Oh. Als jullie allemaal zo meteen hierheen kijken. En dan ga ik zo staan en dan nemen we met z'n allen een selfie. Kan dat? Ja, ja, dan zijn jullie er ook. Even inschuiven met z'n allen. Een beetje indikken. Inschuiven. Een beetje inschuiven voor de foto. Ja, ja, en even zwaaien. Even zwaaien. Zo, ja. Zwaaien, Sleewijk. Ja. Een mooie herinnering van een geslaagd feest.